Ik ben Hans Wisseling, kom uit Vassenveld en ik ben schoenmaker. Ik heb het overgenomen van mijn vader, die heeft deze zaak begonnen in 1951. Ik ben eerst met mijn vader, maar ja, je weet wel hoe dat gaat met vaders en zoons. Dan neem je het niet zo gauw aan en toen zegt mijn vader, je gaat maar eens naar een jongensinternaat. Daar was toen in de tijd een schoenmakersopleiding en een goed gedegen schoenmakersopleiding van meneer Van de Mosselaar. En daar heb ik het vak eigenlijk geleerd. Het repareren van zolen, hakken, tassen, rijlaarzen, paardentuig, van alles wat met leer te maken heeft. Comfort- en gemakschoenen, herenschoenen. Het is eigenlijk meer gericht op het gemak en comfort van de mensen. En daarbij verkoop ik ook steunzolen. Ik heb ook certificaat voor applicatiecursus. Dus ik weet ook ongeveer hoe ik de steuntjes in de rim moet plaatsen. Dus, je bent bezig en het leukste van alles is dat je creëert iets. Hè? Je creëert iets en je gaat van iets kapot. Probeer je weer zoveel mogelijk iets nieuws te maken. Je maakt het nooit helemaal nieuw, maar je maakt het zo goed als nieuw. Dus dat is bij mij altijd de kick. Dit jaar zijn we 60 jaar bestaan wij. Dus daar ben ik trots op. Daar heb ik ook een aandeel in. Maar ook vooral mijn vader, die is dan inmiddels al overleden. Maar die heeft daar ook een goede vinger in de pap gehad. Dus, en ja, het feit dat je dat allemaal toch hebt zelf kunnen doen. En daar ben ik dan best wel trots op. Schoenmaker Wisseling is een sterk adres voor zwakke voeten.